We zijn zondag 10 mei en op het stand van de plukman, Anneke Premen. En u heeft die bloemetjes al gezien. Dat laat ik u ook zien. Dat zijn bladeren van de sneeklokjes. Netjes, niet gemaaid door de man die hier komt maaien, hectaren maaien. Maar hij met veel respect voor de bloembollen waarvan de bladeren nog moeten verwelken. En zo zullen we verder lopen. Volg mij maar. Hier, we lopen voorbij de stand van Axel Meer, trésor d'Axel. En we komen aan de plek waar wij gras hebben gezaaid. Dus we zeggen eerst grond toegevoegd om de was te verhogen. Want de Isabel van Nijraden vond dat er zo een zak voor haar stand was. En kijk, het gras doet het heel goed. Natuurlijk, in oktober zal het nog beter zijn. Hier zien we terug. Nachtisten die netjes niet gemaaid werden. En passant neem ik de bloemen. Mag ik er verder doen? Voilà, u ziet, hier komen de zaden en dat vraagt veel kracht, dus ik knip dat weg. Verder gisteren sprak ik u van de bladverliezende azalea's. Azalea's die winterhard zijn en die in de winter hun blad verliezen. In tegenstelling met de japonica's die hun blad houden. En ik sprak u van die oude variëteit. En van één kweker die dat nog kweekte, en ik heb vergeten zijn naam te noemen, dat is Tom Braakman uit Laarne. En ik zal u direct nog één van die oude variëteit laten zien. U weet nog van die enorme bloemen, de oude variëteiten hebben dat niet, maar schone bloemen ook. Die bloeien wat later ook. Een voorbeeld. Een van de vele cultivars die zo goed als niet meer gekweekt worden. Laten we verder gaan. Anneke Premen zegt: merci beaucoup. Wat een eer dat u de plukmand bij naam benoemt. Graag gedaan, Anneke. En hier komen we aan een plek die we hier de demotuin noemen. Ik heb het al verteld, een echte leuke flauwe show is met showgardens. En hier, als ik een showgarden wil hebben, moet ik het spijtig genoeg voor een groot deel zelf maken. En hier is een plek die al omgetoverd werd in Japanse tuin. Toen het thema La Vie en Rose was, was het ook daar La Vie en Rose. De keer dat het thema de vlindervriendelijke tuin was, het ook hier verleden jaar Italië. Laten we alle die elementjes zien, we zullen ze hier terugvinden. By the way, Willy Slok zegt: gelukkige moederdag aan alle moeders die in Beervelde hun plezier beleven. Oh, dat is vriendelijk, Willy. Goed dat u het zegt, want ik zou het nog durven vergeten. Dus, kijk, dat is wenkel bijvoorbeeld. Belangrijk voor de rupsen, de rupsen. Hier vinden wij onze penningkruid terug. Waarvan de bloemen nu helemaal verdwenen zijn en de zaaddozen zijn nu heel duidelijk met de kleine zaadjes daarin. Heel dankbaar voor decoraties, bloemstukken met droog bloemen te doen. Is niet goed? En kijk, La Vie en Rose, daarvan hebben we die kleine rozenbank geërfd. En wie staat hier op de rozenbankje? Valérie! Hallo!
en de gelukkige moeder daar en iedereen. Een bloem, een mooie roos voor iedereen van het Parvenbeervelde. Zo. Ik ben installeerd vandaag hier met voor de tuin van Renaud. Het is een tuin éphémère en altijd met een andere decoratie. Zo, dat is mijn plaats vandaag. Laten we verder naar de pimpies gaan. Ik heb al gesproken en ik was in een videootje over de pimpinellifolia. Moeilijk uit te spreken. Pimpi is gemakkelijker. En voilà, dat is er een van. Niet heel typisch. Wat heel leuk is met die pimpies, is dat zij heel eenvoudige naam. Dat zijn ouderwetse rozen. En men hoeft maar te zeggen, dat is de rode, dat is de gele, dat is de witte en dat is early red, vroeg rood. Hup, genoeg als naam. En de andere is double yellow. Hup, goed als naam. Een klein probleem is dat er zijn verschillende kwekers die verschillende planten als double yellow en early red en pink verkopen. En een leuke eigenschap van die pimpinellifolia's is dat ze afleggers maken. Ik heb het u al verteld. Hè. En kijk even, daar is de moederstruis. 1, 2. En met de tijd, hop, 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 hier door het gras zijn er takjes gekomen. En na een tweetal, drietal jaren beginnen ze te bloeien. Deze is William 3. Voor een keer is dat toch iets van een naam, niet alleen maar rood, schone rood of red. Hier nog iets speciaals, deze morgen ontdekt. Ik had hier een klimroze die alleen maar bloempjes helemaal boven maakte. En ik was daarmee niet zo gelukkig. Vrienden hebben mij gezegd, wat u moet doen is buigen en schenden. En zo zal u slapende oog krijgen. En ik heb het hier gebogen, hier heb ik geschonden en er is iets gekomen, maar niet echt op de plaats dat ik het verwachtte. Kijk, hieronder is er een slapende oog wakker geworden en hop, ik krijg hier 2 nieuwe scheuten en meteen een rozelaar die niet op 3,5 meter zal bloeien, maar op een meer interessante plaats. En zo lopen we verder, richting het koetshuis. Die zijn mooi geweest, warm geweest. De wisteria's, blauwe regen, die zijn een beetje uitgebloeid. Maar de plek met die rode bankje staat er nog altijd beeldig. Nog altijd. Vivian Verbraken zegt toch een beetje mijn jaarlijkse moederdag op deze manier. Oh. Ik ben heel tevreden van u op die manier iets voor u te kunnen doen. Laten we even kijken hoe ver. Hier zijn we op de stand van lensrozes. Ze kweken pimpinellifolia en veel andere soorten. En dit laat we zien. Die was op een video. Die kleine afleggers heb ik ook getoond al. En nu zien we hoe de roze vandaag is. Zoals gisteren zal ik een voorbeeld nemen van een oude roze, ouderwets, maar een antieke roze. En we zullen dat vergelijken met moderne roze. Iets dat u direct kan zien is dat ze enkelvoudig is. Dus dat wil zeggen, de draadmelen zijn geen bloemblad geworden. Interessanter voor de insecten. En zo lopen we verder. Lopen we verder. Aan de andere kant hebben we in de schaduw nog enkele bladverliezende azalea's. We hebben de wilde variëteit. Kijk, in de schaduw is ze nog heel mooi, welriekend. De sterkste van alle die bladverliezende azalea.
En hier hebben we een van die Ardegense cultivaars. Ardegense, om een verschil te maken tussen de Gentse azalea en de Ardegense azalea. Hart staat voor winterhart. Oh, kijk even wat ik hier kom. In de schaduw, nog muggen. Sympathiek. Om u geluk te brengen. Mieke Poppen zegt, dankjewel meneer Renaud de Kerkhoven, supergezellig. Oh Mieke, ik mis u. Uw stand is altijd supergezellig, met uw alpaca's. Zo ver zullen we vandaag niet raken. Maar ik hoop u vlug in oktober terug te zien. Dus hier lopen we verder. En voor de japonica's is ook een beetje het einde. Maar ik zie er nog. Nu begint het seizoen van de boerenjasmijn, ook heel wel riekende. Gewoonlijk bloeien ze na de tuindagen, kort na de tuindagen. En zo lopen we verder met mijn antieke rozen. Glory of Edsel is de naam. Heeft u zien, het wordt een mooie struik, 1,20 meter hoog. Heel vroeg, als het zand is. Hier komen we het koetshuis binnen. Ah, in plaats waar ik mijn bureau heb en waar ook al video's genomen werden. En ik weet niet of u goed geluisterd heeft, maar dus dat is mijn boot. Ook een vroege pimpinellifolia soort, niet echt typisch, want de bladeren zijn wel een beetje groot. En als u goed geluisterd heeft, zal u gehoord hebben dat helemaal op het einde zegt, oei, ik denk dat ik iets gesneden heb dat niet mocht. En wel, dat was het. Hè. Kijk, voilà. Het is een klimatisch takje die nu helemaal aan dood is. Hè. Maar u ziet, er zijn er genoeg dat ik niet gesnoeid heb. En, niet dat die worden. En zo lopen we verder richting de moestuin. Wat dat ook zijn. Oh ja, het is open langs. En hier komen we langs de stand van Florence Bourlois. Het is ook een trouwe exposant. Hier stockeren we enkele banken. Dat is niet helemaal goed zien. U ziet ook dat we komen hier in de paardenstal van vroeger. Hè. We zijn in een koetshuis, bij een koetshuis, hoge paardenstallen. En hier gaat u zien de trouwe drie stand. Een beetje licht kan je zien helpen. En nog meer licht. En hier komen we terug buiten. Oh, kijk, hier is weer een van die rozen die ik gebogen heb en waarvan slapende ogen wakker geworden zijn. De slapende ogen zijn hier. Ik laat mijn cameraman filmen en ik ga vlug iets halen dat ik vergeten ben. Ik zie al het verschil tussen die ouderwetse rozen en die rozen, die veel groter is. Veel groter. U ziet wel nog wat meeldraden daarin. Dus dat is allemaal, het is niet helemaal verloren voor de insecten. Maar dat is nog een modernere roze. Onvoorstelbaar hoe ingewikkeld, hoe bewerkt ze is. Daar zullen toch de bijen het moeilijker hebben om
een meeldraad te vinden, maar ze riekt wel goed. De naam is Sparkling. Voilà. En zo lopen we verder. Hier. Hier zal ik u de gemakkelijkste plant van de wereld tonen. De naam is Delosperma. Delosperma. Het is onvoorstelbaar. Verleden jaar had ik zoiets gekocht. Een jaar later even goed. Amper water nodig, om niet te zeggen geen water nodig. En dus niet moeilijk. Ik heb besloten van die hier te planten. Voilà. Super gemakkelijk. Ze was al content in haar stenen pot. Dus zal daarin ook nog content zijn. Dan krijg ik een beetje meer ruimte. Amper nodig. Delosperma, niet te vergeten. Wat ook een beetje speciaal is, is dat ze elke avond toegaat. En er moet zon zijn om in haar volle glorie te staan. En vandaag is het een beetje bewolkt en daardoor is zij niet helemaal open, nog. Maar ik ben overtuigd dat binnen een paar uur zal het wel het geval zijn. In ieder geval, als het vandaag niet is, is het de volgende keer dat we serieuze zon krijgen. Maar onvoorstelbaar hoe sterk, en natuurlijk in de hoeken van de ruimte, een beetje de rotplant. En zoals die zijn perdivum, maar het is niet zo. Ik moet het ook 3 keer herhalen om het niet te vergeten. Voilà. Meer moet het niet gebeuren, nog een beetje tikken. Daar straks. En het zal goed zijn. En hier komen we verder. De ijzeren vazen die we niet mochten planten voordat de ijseiligen voorbij waren, hebben we toch durven planten. Ik heb Sylvinia's gekozen dit jaar. We komen verder voorbij de stand van Guy Windels, die in feite hier op het domein werkt. En zijn specialiteit is onder andere irissen, pionen, hostas. Hij doet de markten met narcissen. Gezien dat er geen markten waren, zijn heel veel van zijn narcissen nu hier in het plant. In het park geplant geweest. Jullie hebben ze op de video's gezien. En nu lopen we verder richting wat als moestuin diende vroeger. En nu, zoals het rest van het domein, is een plaats voor exposanten. Ik zie een lelijke vuilbak, dat is mijn schuld. Ik wou alles heel proper maken voor de uitzending van deze morgen. Maar er loopt altijd iets mis. Maar we lopen toch langs daar. Dat is de stand van Piet Beekman geweest. Hij is nu op pensioen. Maar u ziet, hij heeft een hele installatie hier gebouwd. En hij kwam die regelmatig onderhouden. En dat is achtergebleven. En absoluut geen drama. Integendeel, het kan dienen als basis voor een andere tuinaanlegger die min of meer dezelfde filosofie heeft. Hij had een insectenhotel gebouwd. Dat is iets van ons, die wij plaatsen gewoonlijk tijdens de tuindagen, maar we hebben dat toch wel hier geplaatst. We gaan nu even verder. We gaan naar die bakoven gaan. Nog een exposant die bakoven maakt. Hè. En om te tonen hoe zo'n bakoven uitziet, heeft er maar één hier gebouwd.
En tijdens de tuindagen draait dat, maakt hij demonstratie in samenwerking met een kokschool. Een hele animatie, de mensen kunnen daar vers gebakken brood nemen, zonder dat het een echte grote terras is. Hè? En uitleg krijgen en spreken en interactie. Dus we zullen tot aan die bakoven kijken. Het principe is veel warmte daarin te krijgen en dan de vuur uitdoven en de brood bakken met de warmte die in de oven staat. Er is geen schouwsteen nodig. Er zijn constructies waar de rook hier opgevangen worden en dan ziet men niet die zwarte gevel, maar laat ons zeggen dat is de basisconstructie. En hier komen we aan een border van Ferdinandus Hof, Wilco Carmel en Ellen. Die border is geplant met planten die in oktober mooi zijn. De bedoeling is in oktober een show te maken, daar zijn de planten zo hoog en aan het bloeien. En om te bekomen dat ze in oktober bloeien, komt hij ze in juli op, wanneer ze heel mooi zijn, in feite snoeien. Dat is de truc om in oktober terug een tweede bloei te hebben. Nu, we zouden dat een klein beetje kunnen wieden, dat doen wij. Maar allium, dat is ook leuk, bijna een ontdekking. Voor de meeste bloembollen is de seizoen nu over. En, maar behalve voor de allium, waarvan nu de oogstseizoen is. En zoals u heeft gezien, goed voor de insecten. En zo lopen we verder. Weer een schoonheidfoutje, dat u misschien niet ziet, maar ik zie op de grond en daarom. Maar goed, dat hoort erbij. En nu komen we op de stand van Potager de Thomas. Potager de Thomas heeft hier ook een hele installatie die blijft van de ene editie naar de andere. Wij zorgen een beetje voor, een klein beetje, en zij ook. En we hebben onlangs maïs gezaaid, ziet u. En nu is het moment om ze te oogsten in feite. Perfect, we zullen nu maïs kunnen... Radijzen. Maïs, interessant. En iets nieuws, waarvan hij nu niet meer zal kunnen spreken, want ik zal erover spreken, dat zijn die potten. Hij heeft dat ontdekt, maar ziet u... Potten waarin water is en langzaam gaat het water in de grond. Langzaam gaat het water in de grond. En ik zal nu gebruiken voor mijn radijzen te, voilà, te kuisen. Nu zal ik 2 minuten het woord aan Joël Eliab van Potager de Thomas geven. Hij kent zijn planten beter als Evelien. Goedemorgen. Goedemorgen en ik zou zeggen, welkom in onze vaste moestuin hier in Beervelde, waar wij al een paar jaar een vaste stek hebben en het is altijd mooier na een paar jaar. Dus het is het juiste moment, het goede moment, dat jullie er vandaag zijn. Het is natuurlijk heel kalm en als je van heel ver naar hier kijkt, dan zie je ook dat die moestuin helemaal past in het hele verhaal hier rond. Ons principe is een moestuin met weinig werk, heel veel plezier. En dus alles in de hoogte. Voor mensen met een gebrekkige rug, mensen zonder tijd, is dit een ideale oplossing. We hebben hier zowel eetbare bloemen, ja, deze lekkere bloemetje, hè, heeft een smaak van een aardbei. En dus ik ga deze direct opeten, hè, anders is die kwijt. Dus, en zo gaan we door. Renaud heeft al gesproken over het verretje waar hij radijzen heeft geplant. We hebben er deze week ook tomatenplantjes bij gezet. Een heel leuke... eyecatcher in de moestuin. In onze bakken kan je eigenlijk alles planten. Ik zou zeggen, misschien niet de pastinaak, omdat de pastinaak ja, een heel grote groente is. Het is ook niet iets dat je alle weken eet. Maar voor de rest kan je alles door elkaar, zowel uien als boontjes en vooral heel veel kruiden. Breng uw gerechten op smaak met heel veel kruiden en die vind je onder andere in onze moestuin. Als je even hier achter mij naar deze hoek kijkt, ja, dit kan niet op één seizoen, dit kan niet op één jaar.
een mengeling van allerhande mogelijke thames, van alle mogelijke rozemarijn. Daar zit ook Franse dragon in. We hebben daar ook een curryplant, een citroenmelisse. Dus allerhande leuke dingen die je kan gebruiken voor de thee, die je kan gebruiken in de keuken. Vind je allemaal samen. En je merkt ook dat we geen open plekken hebben gelaten. Waarom zou je een open plek laten in de moestuin? Onkruid, daar kunnen we missen als kiespijn. En dat willen we ook niet. Dus laten we dat maar vergeten. We hebben hier een Franse selder. Een hele genereuze plant. We hebben een aantal kleintjes geplant. De slahoek met oerprei. Een ouderwetse groente. De bolletjes zitten in de grond. Dat zijn allemaal preibolletjes. En die kan je heel gemakkelijk eten. We hebben er zelf een rhubarberplantje ingestoken. Dus ook in de bak kan je gewoon een rhubarberplantje erin steken. Een beetje rucola, van iedereen gekend. En als we even omdraaien, dan staan we aan het begin van onze, wat we noemen onze kruidenboot. En als we helemaal in het begin kijken, we hebben hem zelf niet geplant. Hij is van zijn eigen gevallen uit de grote boot naar de kleine bak, waar we oorspronkelijk onze pompoenen planten. En dit is oesterblad. Dit is oesterblad, een heel genereuze plant. Als we dus verder gaan, je ziet hier deze. Dit is grove bieslook. Heb je gezien hoe mooi dat staat? Je hebt het op verschillende plekken in de moestuin gezien. Dit is eigenlijk een heel plezante kruid. Je laat het een jaar staan en dan wordt het precies een lente-ui. Dan kan je die er gewoon uittrekken en dan heb je precies een lente-ui. We hebben graag look. Zie je zo mooi, deze bloemetjes. Dit is de look, de lookhoek. Allemaal verschillende looksoorten. Chinese look, Kaapse look, kraailook, Indische look, noem maar op. Kijk hier, deze is nog niet aan het bloeien. Maar dit wordt zo een vallende klokje. Een heel mooi lookplantje. Look het hele jaar door. Heel simpel, heel gemakkelijk om te doen. En kijk, zelfs de insecten hebben het graag. Ja, ze komen hier kijken. Renaud had het daar straks over de rozen en hoe moeilijk en complex dat het wordt om voor de insecten om daar nog te gaan kijken. Wel, kijk, ze komen bij mij in de moestuin. Hier komen ze pollen halen. Hier hebben we een heel speciaal iets. Het heet olijfkruid. Zuiderse smaak in de moestuin. Daarnaast een aantal marjoleinen, compacte, hot and spicy. Een salie, verschillende salies. En hier een wilde venken. Je zal merken dat achter mij staat er een muntbak. Want munt mag je nooit bij andere planten steken. Munt is een woekeraar die heel graag de plaats inneemt van al anderen. Als je even kijkt, dan ga je helemaal heel veel verschillende tinten zien. We hebben hem een paar weken geleden helemaal kort gewiet. En kijk, ze komen er allemaal terug uit. Maar het zijn allemaal muntsoorten, dus we kunnen er een echt festival van maken. We hebben in onze moestuin, ja, zoals het een beetje hoort, hè, een serretje gezet. Een serretje, het heet ons Meccano-serre. En deze serre, ja, die kan dienen voor allerhande mogelijke dingen. Meestal zijn de serres ook vandaag een plek waar je kan wonen. We hebben er één bakje maar ingezet voor een aantal tomaten. Terug met het principe van de Oya wateringssysteem. En dus, ze zullen geen water missen. Ze zullen ons missen, omdat we hier niet alle dagen zijn. Maar ze zullen ons niet missen. Dus een aantal verschillende soorten tomaten. We hebben er een aantal Afrikaantjes, eetbare Afrikaantjes bijgezet. We hebben er een aantal basilicums bijgezet. Hier van voor staat onder andere een Thaise basilicum. Heel lekker. En dat is allemaal de natuurlijke therapie van de plantjes onder elkaar. Naast de serre en in de kruiden, heel belangrijk, eetbare bloemen. Kom maar mee. We hebben er een hele bak van staan. Een hele bak met allemaal eetbare bloemen. We laten ze gewoon jaar in, jaar uit, door elkaar. En je ziet maar, we hebben alle kleuren, alle mogelijke hoogtes. En ze zijn allemaal eetbare bloemen. De ene was sterker dan de andere. Neemt dus wel een beetje meer plaats dan de andere. Maar als we het op die manier doen, dan zie je maar dat je heel veel... Hè, hier komt een goudsbloem. Ja? Binnenkort een heel mooie goudsbloem. Die zullen we dan in de sla droppen om wat smaak te brengen. Je ziet ook hier de kleine paarse bloemetjes allemaal. Allemaal eetbaar. Allemaal eetbaar. En een gemakkelijk kleurtintje in onze bord. In het principe van onze moestuin hebben we ook de smaaktuin verder gebracht. En hebben wij hier klein fruit. Dat zijn de laatste delen van onze moestuin. We hebben een aardbeienbak gezet. Waar we een aantal soorten aardbeien hebben. Zie maar eens hoe mooi dat die er allemaal bij staan. Binnenkort
heel veel vruchten, heel veel lekkernij, heel veel natuurlijke producten. In de bak daarnaast heb je blauwe bessen. Ja, misschien wel de nieuwe snoep van de moderne mens. Heel veel mensen in de auto hebben zo'n bakje met blauwe bessen. Wel vandaag, kijk, hoeveel dat er hier op één stengel zitten, op één plantje. Het zit hier helemaal vol. Fantastisch. Dit is een eerste soort. En dat is een tweede soort, waar je dan ziet dat die een beetje anders zijn. Je merkt ook dat wij tussen de blauwe bessen pompoenen hebben geplant. De pompoenen die gaan hier gewoon uit de bakken gaan wandelen, maar die gaan met hun wortelen in de bak blijven. In de bak daarna hebben wij frambozen, frambozenplanten, vroege, late, dieprozen, bleke, allerhande soorten, gewoon om zoveel mogelijk en zo lang mogelijk frambozen te kunnen hebben op ons taloog. En de laatste bak, net naast, dat is een bak met wat ze noemen de Genevebessen. Genevebessen, kijk eens mooi, ze staan er hier al vol van. Ze zijn nog groen, maar binnenkort lekker rood. En hier ook, daartussen, een paar aardbeienplanten. En we hebben er zelf, kijk eens, hier een appelboom. Een appelboom op leivorm. Ik vind het altijd leuk om fruit te planten, maar voor mezelf. Dat voor de vogels, dat laat ik liever aan de buurman. Dus mijn appelen, die zullen niet te hoog komen. En die ga ik dus altijd kunnen plukken. En dus, in een notendop, dit is ons concept. Dit is het concept van de moestuin. Wij zijn heel blij en heel fier dat we dat hier in Beervelde hebben mogen staan. Dat het hier permanent blijft staan. En vooral, knipoogje naar Renaud en Valérie, dat ze hier dus ook soms even binnenspringen om een handje te helpen, water geven, een beetje onkruid wieden en vooral ook planten en eten. Super gewoon. In onze moestuin staat een tafel. Want de bedoeling is dat in de moestuin er een belevenis is. Maak van uw moestuin een belevenistuin. En aan de tafel, met een fantastische masker op, onze vriend Renaud. Ja, ik wou deze uitzending beëindigen met iets anders. Iets anders. We vinden het hyper spijtig dat we geen tuindagen hebben kunnen organiseren. Daardoor staan we met een hele voorraad van die tassen. En we hebben iets gevonden om met die tassen te doen. En in het klein opofferen, ik snij dat volgens de lijntjes. 5 centimeter. Ja. Voilà. Oh, ik doe het al niet goed, want ik moet maar 1. Voilà. 1. Voilà, dat is het. 1, 2, 3, 4, 5. De achterkant. Idem, voor een groot deel heb ik het al gedaan. Dus voilà, opgeofferd. En dan, ik plooi dat allemaal. Ik plooi dat. Kijk, voilà, dat was mijn vertrekpunt. Ik neem het midden en ik plooi dat zo. Zo en zo. Met de achterkant doe ik hetzelfde. Dan de twee mooie kanten op elkaar. Voor de oortjes, niet vergeten. De oortjes, niet vergeten. Hup. Hier. Ja, ik gebruik dat. Maar elastieken zijn natuurlijk ook mogelijk en beter natuurlijk. Maar voor vandaag zal ik demonstreren met wat ik heb. Voilà. De twee kanten op elkaar. En dan naaien, naaien, naaien. Hier niet naaien en op open trekken en het resultaat is dat. En Valérie van haar kant heeft ook zoiets bedacht met orchideeën. En zo zijn we klaar voor morgen en naar de winkel te gaan of met het openbaar vervoer te gaan. See you in oktober. Tweede weekend of oktober. Ja. Tot ziens. Een veilige zomer. Dank u iedereen.